Om de video wat vlotter te laten verlopen, heb ik al wat voorbereidend werk gedaan. Ik heb al een layout gekozen, beslist waar dat mijn foto's komen. Ik heb mijn papier gekozen. Ik heb ze versneden. Ik heb dubbelzijdige tape aangebracht. En dat is het zo wat ongeveer. Of nee, toch niet. Ik heb nog iets gedaan. Ik heb namelijk de Stress Inkt gebruikt van Tim Holtz. Wat is de Stress Inkt? Wel, als je papier gaat snijden, dan heeft je papier een wit randje. Ik weet niet of je het kan zien op de camera, moeilijk. Maar het heeft gewoon een witte snijrand. Heel normaal. Maar dankzij de Distress Ink krijg je een mooier afgewerkt geheel. Je krijgt een soort van, ik heb nu walnut stain gekozen, krijg je een mooi kleurtje rondom je rand van je papier, waardoor je papier meer afgewerkt lijkt. Het is eigenlijk een beetje de finishing touch op je project. Nu, laten we gewoon beginnen met de voorkant. Ik heb gekozen waar ik mijn foto met wil hebben, namelijk bovenaan. Hoe bevestig ik die? Heel simpel. Ik gebruik goedkoop rolletje washi tape van de Action. Meer dan voldoende. Dus ik draai het een beetje om, bevestig het en plak het vast. De bellyband heb ik ook al bevestigd en de achterzijde. Ook. Ik ga hem even open doen. Voilà. Heb ik ook vastgemaakt. Nu, om het geheel wat af te werken, dacht ik dit te doen. Deze mooie dame hierop te kleven. Maar als je deze gaat bevestigen, moet je opletten. Waarom? Aan deze kant en aan deze kant mag er namelijk geen tape zitten. Dus hoe doe je dat in dit geval? Makkie. Ik ga gewoon ongeveer kijken naar mijn patroonpapier, wat is in het midden. En dan zie ik dat dit het ongeveer is. Dus ik weet, ik kan gaan van deze lijn tot hier ongeveer. Dus van die lijn tot hier. Ik ga eventjes draaien in mijn richting. Dat ik zeker geen foutjes maak. En dan ga ik mijn tape erbij halen. Omdat dit toch wel weer een constructie is, gebruik ik liever de score tape. Dus de stevige tape. In plaats van de iets goedkopere variant. Allee. Iets goedkopere variant is misschien wel wat overdreven. Het is pakken goedkoper. Namelijk een rolletje van 3/8 inch score tape. Daar betaal je ongeveer 7 euro voor. Een rolletje van de Action, dus wel behoorlijk opgebruikt. 35 cent, lieve mensen. Maar wanneer gebruik je nu wat? Wel, ik heb al in mijn blog geschreven, als je aan het werken bent met een constructie, de basis, de pagina's, dan gebruik je score tape, want je moet zeker zijn dat je album vastzit. Het mag niet loskomen. Wil je patroonpapier aanbrengen, dan is de tape van de Action eigenlijk wel goed genoeg. Maar je moet altijd goed burnishen om zeker te zijn dat het netjes vastzit. Nu een ander ietsje over die tape van de Action. Wanneer kun je die niet gebruiken? Je kan hem niet gebruiken als je het scrapbookpapier van de Action zelf gebruikt. Want dat laat namelijk los. En ik spreek uit ervaring. Als ik mijn projecten ontwikkel, dan maak ik altijd een soort van prototype, een voorbeeld. En dat maak ik altijd uit papier van de Action. Waarom? Het is goedkoop. Enige reden. Maar als je je blaadjes gaat bevestigen met de tape, kijk wat je kan doen. Je kan hem er heel makkelijk afhalen. Het scrapbookpapier van de Action, als je erover voelt, is, ja, hoe kan ik het omschrijven? Het is zacht, het is glad. Waardoor dat de tape zich ook niet fatsoenlijk kan hechten. Patroonpapier en cardstock van een betere kwaliteit is niet zo glad en heeft een bepaalde textuur. En daardoor is de hechting ook veel beter. Dus kijk, als ik hem nu dicht ga doen, en je kan hem het makkelijkst op deze manier dicht doen, zo, erin schuiven, dan is mijn voorkant af. Leuk, hè? We gaan over naar de binnenkant. Ik ga hem openen en ik ga jullie kennis laten maken met de layout die ik in gedachten had. Je gaat zien, ik heb mijn fotomats al opgekleefd. Ik ga eventjes gewoon doen wat ik in gedachten had. Ik dacht deze zijkanten hier af te werken met een strookje. Dat zal het voor jullie draaien. Voilà. Ik dacht hier bovenaan dit te doen. Aan de andere kant weer net hetzelfde. Dan dacht ik,
deze kant deze leuke dame te plaatsen. Voilà, zo ongeveer. Aan de andere kant, om het mooi in balans te houden, eigenlijk net hetzelfde. Aan mijn kaartje, voilà. Ik dacht deze te gebruiken. Zo. De bovenkant dacht ik op deze manier te doen. Voilà. En deze er nog over. Heb je ook wat ruimte om je eigen notities te schrijven. Dus als je een lief woordje wil achterlaten, kan dat. Oei, dit was niet in beeld. Dus zo ziet het eruit. Voilà. En de zijkant dacht ik nog af te werken met een leuk collage. Op deze manier. Je moet kijken, ik heb hier een strookje bevestigd, maar ik heb maar enkel en alleen aan de onderkant wat scoretape geplaatst. Waarom? Zal zo wel duidelijk worden. Voilà, klein huisje erop. En dan dacht ik dit kaartje op mijn cardstock te bevestigen. En dan heb je aan de achterkant nog een kleine fotomat. En nu komt het ding. Dus hier heb je dan geen tape hangen, waardoor je dit kaartje er nog kan inschrijven en ook nog kan gebruiken als extra element om een fotootje op te kleven. Dus het enige dat we nu nog hoeven te doen, is eventjes alles bevestigen. Jullie kunnen gewoon blijven kijken, maar als het opkleven een beetje te saai wordt, kan je ook gewoon een beetje forwarden. Maar ja, dan mis je natuurlijk wel mijn leuke babbel. Voilà, tape eraf. Netjes plaatsen op je papier. Klein beetje burnishen. Zodat je zeker weet dat het bevestigd is. Aan de andere kant natuurlijk net hetzelfde. De burnish is toch wel belangrijk hoor. Zeker als je ook met action tape werkt. Waarom? Je moet zeker zijn dat je tape vasthangt aan je papier, aan je cardstock. Je wilt niet dat je project, dat je geschenk loslaat op het moment dat iemand anders ermee bezig is. Dat zou een beetje afgang betekenen en zonde van al je werk dat je erin gestoken hebt. Voilà. Dan moeten we zorgen dat we deze netjes plaatsen. Opletten voor de vouwlijnen. En weet je wat ik ga doen? Ik ga deze nog niet helemaal bevestigen. Ik ga deze tape laten hangen. Ook een stukje aan de bovenkant. Ook een stukje aan de onderkant. En weet je waarom? Zou je zo duidelijk worden. Kijk goed. Je wil natuurlijk dat als je je geschenk afgeeft, dat de persoon aan wie je het geeft nog een foto kan bevestigen. Als jij al alles gaat vasttypen, dan kan die persoon er geen foto meer onder plaatsen. Dus de truc is, gewoon laat de tape hangen. Bevestig het aan de kant waar dat het wel mag raken. En zorg dat die netjes verstopt zit. En voilà, en kleef vast. Kijk, op deze manier kan de foto gewoon opgetild, kan het kaartje gewoon opgetild worden en kan er een foto onder geplaatst worden. We doen aan de andere kant net hetzelfde. Dus ik ga hem hier bevestigen, dus deze tape. Die mag blijven. Nee, deze tape moet eraf. Die moet blijven. Dus deze gaat eraf. Voilà. En de rest kan eigenlijk voorlopig nog hangen. Dat kan helemaal geen kwaad. Zorg dat het ongeveer een beetje hetzelfde is als aan de andere kant. Dat je voor een mooie symmetrie zorgt. Voilà. Mijn middenstuk. Zie je, forwarden is leuk, kan snel gaan, maar ik zeg het ook in de klas, haast en spoed is zelden goed. En er zit hier een mug voor mij te vliegen. Voilà. Laatste stukje hier. Heel belangrijk dat je de dingen netjes en recht ophangt. Dat doet zoveel aan je project. Netjes werken. Bij een project als dit kan je het je eigenlijk niet permitteren om slordig te zijn. Want slordigheid zie je onmiddellijk. En het is gewoon weg. Naar mijn mening dan toch.
Duur is natuurlijk relatief. Maar naar mijn mening is het toch genoeg geld om zomaar om slordig mee om te gaan. Ik ga de bovenkant ook vastplakken. Voilà. Netjes erop. Carpe diem. Deze halen we er ook af. Ja, nu kan je wel denken, oké, waarom kleeft ze nu iets op een leuk kaartje? Als je aan het scrappen bent, doe je van die dingen. In het begin dacht ik van, oh nee, ik wil mijn papier niet versnijden, ik wil dit niet doen, ik wil dat niet doen. Maar pas door te durven snijden, door te durven combineren, krijg je mooie resultaten. Een goede tip, gewoon doen. Komt eraf. Netjes bevestigen en het laatste stukje. Tape eraf. Zorg dat je dit een mooi uitlijnt met je foto erboven. Voilà. Nu komt het belangrijkste strookje. Voilà. Hoeft niet helemaal aan de onderkant. Toch net een klein beetje verschil te krijgen. Zorg dat het netjes vast zit. Het huisje. Voor het huisje ga ik gewoon vloeibare lijm gebruiken, omdat het simpelweg het makkelijkst is. Dus bevestig de lijm erop. Je smeert het gewoon uit met je vingers en zorg dat je zeker aan alle randjes zit. Het mag niet naar boven komen. Ook dat maakt je werk weer af, zoals het hoort te zijn. Ik ga het er schuin opkleven. Het hoeft niet allemaal recht te zijn. En ook weer je scoring tool gebruiken om het mooi plat te krijgen, om het mooi effen te krijgen. Tot slot het kaartje bevestigen. Zo. Netjes in het midden. En je ziet, nu heb je een leuke foto met die je kan gebruiken als extra element. Voilà. En dat was het voor de binnenzijde. In de volgende video zie je hoe ik hem afwerk.